Hallo, ik heb twee belangrijke zaken toegevoegd aan de trainer. Ten eerste, vanaf nu is het mogelijk om de oefeningen te maken, zowel op de rekeningen als in het journaal. Dus tot voor kort weet u dat u de oefening kon maken door gewoon de zaken hier aan te klikken en ze naar de rekeningen te brengen. Ja, ik zal dat nu eens doen. En dan wist u dat u op deze plus moest klikken om naar de volgende oefening te gaan. Dus als je in de rekeningen klikt, dan gaat u inderdaad op deze plus moeten gaan klikken om naar een volgende opgave te gaan. Ik ga terug naar die derde oefening. Vanaf nu is het dus ook mogelijk om die oefening in het journaal te maken. Dus dan gaat u hier de rekeningnummers invoeren. U gaat onmiddellijk een juiste of foute kleur krijgen. Dus bijvoorbeeld stel dat je hier een foutief rekeningnummer gebruikt. Dan zal dat in het rood worden aangeduid. Hetzelfde voor de bedragen die u ingeeft. Dus u geeft het journaal in. Ja. En je gaat zien als je voor het journaal kiest, dan is die plus die we daar straks gebruikt hebben hier verdwenen. En gaat u deze plus moeten gebruiken om naar de volgende opgave te gaan. Dus ik ga erop klikken. Wat gaat er gebeuren? Die bedragen zullen naar de rekeningen worden gebracht. En ofwel worden ze dan onmiddellijk weer weggeveegd, ofwel zullen ze op die rekeningen blijven staan. Dat is afhankelijk van hoe ik het programmeer. En voor deze oefening heb ik inderdaad gekozen om de bedragen eigenlijk niet in de rekeningen zelf te behouden. Maar naarmate dat we in de toekomst oefeningen zullen maken, zullen die bedragen inderdaad ook in die rekeningen verschijnen. Dus zo ben je nu naar de volgende opgave gegaan. En als u zegt van ja, deze ga ik in de rekeningen oplossen, dan kan u natuurlijk opnieuw daarvoor gaan kiezen. Een tweede verbetering die ik heb aangebracht, ik ga dat even illustreren met oefening 53. Dat is een oefening waar bijvoorbeeld u zelf in de problemen bent gekomen om de modeloplossing te begrijpen. Dan is er nu naast de modeloplossing hier, is er ook hierboven in het zwarte scherm heel wat te lezen hoe we aan die modeloplossing zijn gekomen. Dus het berekenen van die bedragen, die wordt hier verder verduidelijkt. Dan ga ik nog eens naar die oefening van de juist met deze factuur. Wat ik ook nog eens wou tonen is het volgende. Stel dat u een bedrag aanklikt en dat u dat verkeerdelijk op een rekening zet. U weet dat op deze rekening, de rekening 200 oprichtingskosten, dat daar €250 moet geboekt staan. Wanneer u dan die 250 gaat aanklikken en u brengt ze naar de rekening, als u onmiddellijk onder die 302 gaat klikken, dan gaat die 302 niet veranderen. Om die 302 te veranderen, moet u eigenlijk iets lager gaan klikken. En ik klik nu dus twee rijen van twee cellen van die waarde verwijderd. En dan gaat die waarde wel veranderen.